Welkom bij Mokka Door. Mijn naam is Niels Stefanot. En we gaan per aflevering twee koffies bespreken en uitlichten, zodat we jullie wat meer wegwijs kunnen maken in smaak en zetmethode over ons assortiment. Allereerst ligt de koffie van het eiland Sulawesi toe. Deze koffie komt eigenlijk een beetje door de Nederlanders daar. Omdat we in de 17e eeuw is hij door de Nederlanders daar naartoe gebracht, naar Indonesië. Gepoot. En het was zo'n succes dat ze het uiteindelijk aan de eilanden hebben doorgevoerd, waaronder Sulawesi. Nou, wat we gewend zijn van koffies uit Indonesië is een heel erg kruidige en aardse smaak. Maar het leuke van de Sulawesi is dat hij net iets frisser is, heeft wat meer aciditeit. Dus verwacht wat meer citrus, maar ook toch nog wel wat kruidige en volle chocola. Daarom vinden wij hem zeer geschikt als basis in espresso voor met name een cappuccino. De tweede koffie die we vandaag hebben komt van het eiland Sumatra, wat letterlijk eiland van goud betekent. En deze koffie heeft gegroeid op een hoogte tussen de 1100 en 1500 meter hoogte. En is verbouwd zonder chemische bestrijdingsmiddelen en is daarom naast Fairtrade ook organic gecertificeerd. In tegenstelling tot de Sulawesi heeft deze koffie wat lichtere smaken. Dus niet zozeer in aciditeit, maar het is wat zoeter en wat kruidiger. Denk erbij aan rietsuiker, gember en cacao. En daarom vinden wij deze eigenlijk net iets beter geschikt naast espresso voor bijvoorbeeld een French press. Even een kort recept van een French press. Super simpel om thuis te maken. Wat heb je nodig? Gemalen koffie, grof gemalen, een weegschaal, een French press en wat heet water. Ik heb hier 15 gram grof gemalen koffie. Ik zet de timer van mijn weegschaal aan. En ik giet hier 250 milliliter water op. Dit laat ik ongeveer 4 minuten staan. Dan press ik hem door en schenk ik hem in één keer uit. Dus geniet ervan. Deze koffie zijn te verkrijgen bij een van onze koffiethee speciaalzaken. Hou onze overige video's in de gaten, dan gaan we de rest van ons assortiment uitlichten. Voor meer info kijk op www.mokkadoor.com en hopelijk zien we jullie binnenkort snel weer.